Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Voor vandaag wilde ik het met jullie hebben over gamen. En waarom wil ik het hierover hebben? Nou, ik liet het in het vorig filmpje al zien. Ik heb grootse plannen voor 2019 en dat is het spelen van Red Dead Redemption 2. Echter, nou wil het feit dat ik een paar weken voordat ik Red Dead Redemption kocht, Assassin's Creed Origins, een spel uit 2017, heb bemachtigd. Deze is van 2 maanden terug. Deze is dus van 1 jaartje terug. En daar waren we net in begonnen. En nou ja, ik ben een van die gamers dat ik ben casual. Hè, en zeker als het een grote game betreft, hè, beide games kun je nou ja, tot 60, 80, 100 uur kan je ermee vermaken. En dan heb je nog niet alles gedaan. Ik speel dat niet graag door elkaar. Hè. Dan heb je ook weer kans dat je de controls, hè, hoe je het moet besturen en zo door elkaar haalt. Dus wat bij de een springen is, kan bij de ander dan granaat gooien wezen. Voor je het weet is weer een heel level naar de mallemoer. Dus dan doe ik liever een simpel spelletje tussendoor. Maar er zijn er natuurlijk meerdere keuzes. Hè? Je kan bijvoorbeeld kiezen voor, nou ja, op je mobiel. Alleen daar ben ik zelf niet zo wild van. Het zijn vaak simpele spelletjes. Candy Crush, Saga, dingen met farmen, hè? Met boerderijen. Laat maar zitten. Je hebt natuurlijk de handhelds, hè? De Game Boys en de PS Vita's en dergelijke. Maar als je het nou gewoon lekker op je scherm, net als met de PlayStation 4 of een Xbox One wil spelen, hè, wat is dan een mooie manier? Dan kom je al snel uit op het retro gamen. En nou ja, de meeste van jullie zullen wel weten wat het is voor de wat ouderen en onwetenden onder ons. Retro gaming is dus, dan heb je de oude consoles, dus eigenlijk is het vintage gaming, maar vooruit. Het heet retro gaming. Als je bijvoorbeeld oude Super Nintendo, een Sega Mega Drive of een 8-bit, een Master System, oude Atari's en dergelijke. Hè? Dat soort computerspelletjes of computersystemen van wel eer. Als je daarop speelt en je hebt daar lol aan en je verzamelt dat, dan ben je een retro gamer. Nou vind ik het zelf wel leuk, hè? Sowieso ook uit nostalgische overwegingen om eens een keer weer zoiets te spelen. Maar sommige dingen die worden gewoon vrij prijzig. Een Super Nintendo zoals deze, kan al gauw 100, 120 euro, ligt er een beetje aan in wat voor staat die is. Misschien met een paar spellen erbij. Maar als je een specifieke smaak hebt en spellen, hey, er zijn goedkope, maar er zijn ook weer stinkend dure. Dus wil je een leuke collectie vergaren, nou ja, dan moet het wel echt je hobby wezen. Wil je dat geld ervoor over hebben? En zoals ik zei, voor mij is dat, ik vind het leuk om even te doen. Maar niet over de 100 euro en dat soort malle bedragen. Leuk. Dus dat is dan een mogelijkheid. Nou, je hebt iets wat PC-gamers al jaren doen. En dat is een ROM spelen. Dus je hebt dan in feite spelletjes. De digitale data, die staat dan in een bestand. En dan download je een programmaatje waarmee je dat kan spelen. En nou, zo doen ze dat dus al jaren in de PC-wereld. Maar je hebt ook zoiets nu te koop. Een heleboel van jullie zijn ze misschien wel tegengekomen van die leuke kleine consoletjes. Je hebt bijvoorbeeld een mini Super Nintendo, mini Nintendo 8-bit, Mega Drive, noem maar op. Er zijn al een aantal verschenen van Nintendo en Sega zelf. Maar nou wil het feit dat ik afgelopen Sinterklaas van een vriendin van mij deze heb gekregen. En zoals je kunt zien, het lijkt heel erg op een Nintendo 8-bit. Het is ook geïnspireerd natuurlijk op die kleine mini-versie van de Nintendo 8-bit. Maar zoals je ziet, Entertainment System, nergens staat Nintendo. Dat komt omdat dit weer Chinese namakelij is. Die 620 spellen wat erop staat, trek je daar niks van aan. Doe dat gerust door de helft. En als je het op fatsoenlijke games uitkomt, dan zit je misschien aan de 50 die echt leuk zijn om te spelen. En de rest is een beetje vullers met hier en daar nou, nog een uitschietertje ertussen. En de rest is dubbel. Dat is al niet de plus. Hè. Je kan dit soort dingen bestellen op bijvoorbeeld een Alibaba of een AliExpress. Het is niet al te duur. 25, 30 euro volgens mij. Dan kan je al zo'n apparaatje hebben. Dus voor een casual gamer zoals ik is dat hartstikke leuk. Ik zal straks ook een paar voorbeelden laten zien van spelletjes. Nou ja, wat ik hier op speel. En dus dat jullie ook een idee hebben hoe het eruit ziet. Dus, en die apparaatjes, zoals ik al zeg, normaal waren die kasten ongeveer zo groot. Nou ja, dit past in je hand, het apparaatje zelf, zal je zo zien. Is niet veel groter dan mijn hand. Dus, dat is hartstikke lekker. Praktisch ook, qua opbergen en zo. En dan hoor ik sommigen van jullie al denken van, ja, maar Harry, waarom laat je ons dit nou zien? Dit heeft toch weinig met de kringloop of oude leuke spulletjes te maken? Nou ja, het is natuurlijk, hè, er staan allemaal ouderwetse spellen op. De Super Mario, Double Dragon serie, Teenage Mutant Ninja Turtles. Allemaal spul wat ik toen ik klein was wel wilde spelen, maar niet had.
Dus in dat opzicht kan je weer die oude nostalgische kriebel die je bij ons in de kringloopwinkel wel eens krijgt, kan je ook bekomen door middel van dit. En aangezien het is een vrij nieuw fenomeen dat er allemaal van die kleine miniconsoles uitkomen, dus je zou denken van nou ja, dat staat nog lang en breed niet in de kringloop. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, de Sega en Nintendo versie ben ik nog niet tegengekomen. Maar bijvoorbeeld de Atari versie, die is al bij ons binnen geweest. En die was er trouwens ook weer heel rap uit. Dus reken maar tot er meer mensen zoiets krijgen op verjaardagen, Sinterklaas, kerstdagen, noem maar op. En een heel groot gedeelte die houdt ze, want die vinden het leuk, net zoals ik. Maar je hebt ook mensen die er misschien mee beginnen en denken van, nou ja, dat retro gamen is misschien wel wat voor mij. Valt nadien toch een beetje tegen. Je zult ook zien straks in een voorbeeldje, als je nieuwe spellen zoals, nou ja, zoals deze twee, zoals die Red Dead Redemption en Assassin's Creed, als je dat vergelijkt met dit, is wel weer aardig een stap terug, grafisch gezien hoor. En natuurlijk ook qua lengte, qua spelen en dergelijke. Dus het moet je ding zijn. En bij sommigen zal dat niet zo wezen. En die zullen het weer verpatsen op Marktplaats of eBay of weet ik veel wat. Maar er zullen ook een aantal weer in de kringloop belanden. Dus lijkt je dit wat? Hou je ogen gewoon goed open de aankomende jaren bij de kringloopwinkels. Groot kans tot er eens een keer eentje tussen staat. Nou, zoals gezegd, een paar voorbeelden van spelletjes die ik vroeger nooit had, die ik altijd wel wilde spelen. En daar heb ik nou weer de gelegenheid toe. Kunnen jullie meteen even zien hoe het eruit ziet. En dit is het apparaatje. Zoals je ziet, er worden twee controllers bij geleverd. Lekker oldschool. Voelt ook goed, ligt lekker in de hand. Maar zoals je ziet, overhand gesproken. Dit is de mijne. Heel veel groter dan de hand. Hij is eigenlijk kleiner. Is dit apparaatje. Dus mooi, klein en compact. Maar hoe is de beeldkwaliteit? Hier hebben we bijvoorbeeld het spel Ninja Turtles 2. Ik neem Leonardo. Het verhaal slaan we maar even over. De first scene. En zoals je ziet, de graphics. Nou ja, zijn precies zoals je het zou verwachten van een 8-bit spel. En het ziet er dan ook zeer natuurgetrouw uit. Als je het vergelijkt met de NES variant, dan zul je zien dat het eigenlijk ja, behoorlijk goed geëmuleerd is in dit geval. En het leuke hiervan is dus, ik zit nou een spelletje te spelen die ik vroeger altijd wel had willen hebben. Maar ja, ik had niet de goede computer ervoor. Dus dit moest je dan bij vriendjes spelen. En nou kan ik het gewoon lekker thuis op de bank, eventueel met een goede vriend of vriendin naast me die de Player 2 voor zijn rekening neemt. En op die manier kunnen we toch weer even terugstappen naar de vroege jaren 90. Double Dragon 2. Dat is ook typisch zo'n spel. Ik weet nog goed, een vriendje van mij die had hem op de Nintendo 8-bit. Terwijl ik had een Sega Master System. En ik ben altijd wel fan geweest van de Double Dragon serie. Maar vooral deze tweede variant vond ik altijd erg leuk om te doen. Maar daarvoor moest ik dus altijd de deur uit. En maar kijken of dat vriendje nou de tijd en de zin had om hem te spelen. En ja, normaal als je dit dan origineel zou moeten kopen in de winkel, nou, ik denk dan toch, ook al zit het doosje er niet bij, ben je er misschien sowieso al 25, 35 euro aan kwijt aan de spelletjes als deze. Ik weet niet helemaal de prijzen, maar het kan aardig hoog oplopen. En nou zet ik dus voor een fractie van dat geld dat spelletje gewoon lekker bij me thuis te doen, terwijl ik 36 ben in 2019. En kan ik de andere twee ook nog spelen als ik zou willen. Dus helemaal top. Kom hier. Yes. Hoppatee, rotbuis dat je er bent. Hoppakee. Wat hebben we hier? Hartje. Wat ben jij? Ga weg. Woe. Hoppakee. Zijn het nou allemaal dikke vette knallers die erop staan? Nee, natuurlijk niet. Je hebt bijvoorbeeld hier, zoals deze, een oud MSX-spelletje. En als je dit vergelijkt, zeker met het geluidje erbij. Als je dit nou vergelijkt met de spellen van tegenwoordig, hè, PlayStation 4, Xbox One, de Red Dead Redemptions en de GTA's. Dan valt dit natuurlijk behoorlijk in het niet. Maar voor de mensen die vroeger zo'n apparaat hebben gehad, of die gewoon houden van leuke, simpele schietspelletjes die eigenlijk, ja, ook al ziet dit er niet uit, deze is best verslavend, vergis je niet. En nog pittig ook. Dus ook in dat opzicht kan je hier nog lol mee hebben. Al is het alleen maar, ja, om bij te gibbelen van, nou ja, hoe ver we gekomen zijn met graphics. Ah, oh, kijk die beentjes. En dat waren een aantal van de spelletjes. Nou,
dat was het weer voor deze week. Vind je het leuk wat we hier doen op social media, dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook en de website. Schroom ook niet om lekker bij ons te komen winkelen aan de Trekvaart 33 te IJsselmuiden. En voor nu zeg ik tot de volgende keer. Cheerio!